Dit is een fucking... Ja, kom op. Geef me een star. Yes! We hebben er één! Let's go! Wie is het? Yes! Kom op dan! Lekker! Hoppakee! Oh, dat had ik echt niet verwacht dit. Oh, we hebben 2-1 back! What the fuck! Oké, ik ben klaar. Mensen, wat ik nu toch meemaak. Ongekende future stars. Echt, wat een team. Laten we maar wat heerlijke packjes gaan openen. En eens kijken of we deze man kunnen krijgen. Yeah! In ieder geval de future stars zijn uit. Nou, dat is echt fantastisch. Ik heb er al 5 gepackjes zien op mijn scherm. Zijn er alleen spelers helaas. Die kaarten zijn echt fucking ziek. En ik wil even weten of er speciale pakketjes zijn. Anders ben ik natuurlijk een lul. Kijk. IE wil ons weer helemaal leeg trekken. En dat mag ook. Vind je deze video zo leuk? Doe zeker een duimpje omhoog op deze video. En abonneer op mijn kanaal. Kan hier beneden. En druk op dat belletje en join. Hashtag teambelletje. Yes, join it. Komt u maar. Future star. Geen walkout. Vuil. De Vrij. Oké, is niet heel slecht. 84. Kan slechter. Nee, kan eigenlijk niet slechter. Fucking slecht. What the fuck? Er zijn er 12 van die packs om nu onze. Oh, ik heb een walkout. Geef mij zo'n kaart. Welke kleur is dat eigenlijk? Ik heb geen idee. Ik krijg een Italiaans. Oh, Verratti. Oh, mijn god, niet weer. Ik ging dus laatst kijken of Verratti op mijn transfer had staan. Zes. Contadeur. Die is vast veel waard. No, nee. Er zijn gewoon 12 van deze packs. 12, 50k pack. Geen walkout. Duurt te lang. Nee, ik zag het al. Wordt geen walkout. Ik zag het gewoon. Ah, man. IE, jongen. Ik wil even zo'n future star. Het maakt me echt geen reden uit welke. Doe mij gewoon even één future star. Geef mij nu lekker een future star. Nope. Ik snap trouwens niet. Zeg maar, wat ik langs heb zien komen op Twitter waren allemaal fantastische dingen. Over wat je allemaal kon doen. Die spelers vrij te spelen. Weer niks. Ik wil een future, ja. En dat hieronder is een ster, ja. Mijn tekenkunsten zijn nooit mijn sterke punt geweest. Maar hopelijk heb ik het nu wel duidelijk gemaakt aan IE. Wat voor kaart ik precies wil. Geef mij die future star. Hoor je toch echt helemaal scheid, pestpeel ziek van. Ik word scheidziek van deze packs. Geef mij een future star. Gozer, even serieus. Hoe slecht kan dit zijn? 81 is hoogste. Holy shit, dat is slecht. Weer geen walkout. Oh mijn god. 12. En ik heb 1 walkout. Wat is de kans? Je hebt gewoon 88% kans op een 6... Nee. Verneukt. Oké, 2% is wel pittig nice. Dus dat moet op zich wel te doen zijn. Ja, 1 walkout in 12 van deze packs. 100 euro mensen, 100 euro. En ik krijg 1 walkout. Oh, kort zijn bij de DNP master jongens. Nou, wel 3 dat reden. Super fijn. Super fijn! Oké, hoeveel heb je dan met die 55k pack? 1,7, gewoon minder kans. Nee, we moeten wel die andere ook doen. Ja, moet gewoon. Oké, nou gaan we deze openen. Hierna ga ik echt janken. Gewoon. Oh mijn god, geef mij gewoon een walkout. Hoe moeilijk is het? Het kan toch niet zo moeilijk zijn? Oh. Ik zou ze denken, mensen, om dus die Alexander Arnold te halen. Want die is best wel goed. En dan kan ik Blank naar Link. Gea op goal. En dan Van Dijk in vorm. Dat is best goed. Maar die vent is 500k. Oh, wat is dit? Een speciale item voor een bronze squad. Huh? Speciale items. Ja, wat is het dan? Ik wil het weten, maar het is sowieso niet goed. Nou, werkt lekker. Wat is dit dan? Oh, gewoon goud. Oké, dit is makkelijk. Dit is een gratis 35k, pick, mensen. En daarin ga ik hem krijgen. Ik voel het. Ik krijg een 2-0 pack en dan komt hij sowieso in. De future star. Mega pakket. Het allergrootste pakket. Ja. Nee. Oh, nee. Kom op nou. Oh. Oh, nee. Aspilicueta. Wel weer een walkout. Oh, en Gundogan. Oké, wel lekker. Oh, het is trainable. Oké. Oh. En weer geen walkout. Oh. Ik wil echt iets kapot slaan. Maar moet je niet doen. Blijf rustig. Want dan krijg je hem. Ik voel het. Dan krijg ik hem. Kum. Oh. Er is geen walkout. Dit is wel een kijker. Oh, Nederlands stroot, man. Oh, nog erger. Dost. Hoeveel kan ik er nog? Nog 6. Ja. Deze packs zijn zo slecht. Ik vind mezelf een future star. Yeah. I'm a future star, man. Ja, la. Geen 1 walkout in deze pack. Dit is een fucking... Ja, kom op. Geef me een future star. Yes! We hebben er 1. Let's go. Wie is het? Engels. Ken. Oh, die Foden. Yes. Kom op dan. Lekker. Oh mijn god. Yes. Sowieso veel waard. Lekker dan. Hoppakee. Oh, dat had ik echt niet verwacht. Dit. Oh, we hebben 2-1 back. What the fuck? Dit is ziek. Oh mijn god, dit is 300k. Oh mijn god, deze 150. Oké, ik ben klaar. Holy shit. What the fuck? Dit is niet normaal. What? Holy shit. Dit is niet normaal. Oh mijn god. Phil Foden. Die ken ik wel. Hakimi ken ik natuurlijk ook. Oh mijn god. Dit is niet normaal. Mensen, doe even een duimpje als je het niet hebt gedaan. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. Dit ga je nergens anders zien, Gerard. Holy shit. Dit is ziek. Holy shit.
Holy shit, dit is fucking ziek, zeg. Nou, hop, maar transfer, ik ga die gasten toch nooit gebruiken. Maar ja, die kunnen natuurlijk gereden voor de rest, als we even heel realistisch zijn. Oh mijn god, 2-in-1 pack. Kijk, open deze laatste twee, maar maakt me allemaal geen reden meer uit. Mensen, dit was ziek. Ja, we gaan geen walkout meer krijgen. Ik heb allemaal luck van deze pack-opening in dat ene pack gestopt. Holy shit, dit is echt niet normaal. Jezus, gewoon 450k in één pack. Laatste packie, mensen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Geen walkout. I don't give a flying fuck. Bedankt voor het kijken, Foden en Hakimi. In één pack. Zo, die was dik. Oh, is die coach van Mexico. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het nou leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Ik ben blij. Yeah. Goed packie gehad. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Wil je nog meer van zien? Dat kan. Klik dan hier of hier. Wil je mij abonneren? Kan ook. Klik dan hier. Wil je mij volgen op Instagram? Kan ook. Mijn Instagram is KOEN. Bedankt voor het kijken, mensen. Ik ben hyped. Yes. Ik zie je bij de volgende video. Later. Bye. Have a great time.